Eva is samen met Ali. Ze heeft een dochter, of hij de vader is, is onduidelijk. Op 5 mei 1992 schiet Ali haar neer in haar flat. Het motief is dat ze contact had met andere mannen. Haar vriendin of familielid, Magdalena, komt de deur binnen. Hij schiet haar ook neer om te kunnen ontsnappen. De achtjarige dochter ontdekte de lichamen. In de flat waar de moord plaatsvond, had Ali een sigaret gerookt. Met een grootscheepse speekseltest rond de vrouwen wordt Ali nog in hetzelfde jaar veroordeeld en tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij pleegde nog twee moorden, een roofmoord en een moord op een dakloze. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraag. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eervraag.